Hey, Curvesick Mini Game. Welkom bij een nieuwe episode van Game Dev Tycoon. En ja, ik wil een nieuw spel gaan maken. Alleen de Mercury doet het niet super goed meer. Per maand of per week ongeveer 500.000. Vroeger was het echt een paar miljoen. Onze eigen convention. Ja, de timing gaat vast wel weer fout zijn. Maar in ieder geval wil ik nog wel even een spel maken voor de Mercury. Voordat we naar de volgende console gaan. Want anders hebben we er maar één spel voor gemaakt. Dat zou ik een beetje jammer vinden. Ja, weet je, het lijkt erop. Kijk, ons budget is 500.000 per maand. Ons hardware lab. En we verdienen 500.000 per week, als ik het zo zie. Ja. Oké, dat was 400.000. Dat was 400.000. Dus laten we zeggen ongeveer 1600 per maand. Weet je, dat is meer dan onze uitgaven. Dus de Mercury kunnen we nog wel even door laten gaan. Maar als we echt weer wat willen verdienen, wordt het tijd voor een nieuwe console. Maar het is natuurlijk wel goed om te kijken hoe lang de Mercury winstgevend blijft. Dat is er niet zo duidelijk met die balkjes zoals je bij een MMO hebt. Maar je moet gewoon even zelf kijken en je verstand gebruiken. Het blijft nog wel eventjes interessant om die in de verkoop te houden. Ja, ik weet, ik dacht misschien een spel in de oudheid of zo. Hebben we zoiets? Ja, we hebben medieval, maar dat is niet echt wat ik zoek. Er is ook alternate history. Maar is er niet iets van ancient Rome of zo als een topic? Dat vraag ik me wel af. Nou, anders ga ik gewoon een paar dingen researchen. Misschien komt er nog wat interessants boven. En anders kan ik altijd gewoon alternate history gebruiken of zoiets. Of ik kan nog iets heel anders doen, weet je wel. Ja, er zijn hier genoeg topics tussen die me op zich wel aanspreken, maar er is niets wat er echt helemaal uitspringt. Dus ik ga gewoon iets researchen. Comedy, ja. Een comedy spel zou grappig zijn, maar ik weet echt, ik heb geen idee wat ik erbij voor moet stellen. Fashion, nee. Superheroes, ja, het werkt, maar vind ik niet zo super interessant. Romance, ja, ik ga dan romance even researchen. Kijken wat we dan nog meer voor opties hebben. Comedy fashion. Military. Heel raar dat we dat nu pas hebben. Ja, je kan natuurlijk military action maken, dan heb je elke Call of Duty. Dat vind ik ook niet super interessant. Dus we kijken nog even verder. Ik kost even wat research points. Maar ik heb iedereen zoveel getraind de laatste tijd dat ik best even wat research points aan iets anders kan uitgeven. Dat was het. Dit zijn alle topics. Oké. Anders zou er nu nog wat bij moeten komen. Nou, comedy, fashion en superheroes wil ik niet doen. Ja, ik wil wel weer gewoon een MMO maken. Voor ons vorige spel was echt heel erg slecht. Ik weet niet eens meer hoe het heette. Maar het was in ieder geval super slecht. Oh, je intergalactische spelen. Verlies opgedraaid op deze MMO en had echt een hele lage rating. Ja. Weet je, kijk, laat ik het zo zeggen. Het is niet moeilijk om dit te overtreffen. Dus dat is op zich iets positiefs. Maar ik wil wel een beetje een veilige combinatie kiezen. Een sequel kan, maar ja, vind ik niet zo leuk. Laten we toch maar wat nieuws verzinnen. Ja, ik ga gewoon even kijken wat ik wil. Misschien wordt het dat oudheid idee, misschien wordt het ook heel wat anders. Gewoon iets wat we nog niet hebben gebruikt of zo. Maar ja, laat ik maar even kijken. Oké, ik heb op zich een idee en het is zeker een veilige keuze. Het wordt simulation 100%, dus geen simulation strategy. Even puur simulation, want dat kunnen we makkelijk maken en ja, iets makkelijker geld mee verdienen. Movie simulation, het wordt eigenlijk net als Game Dev Tycoon, maar dan voor films. Dus net als bij Game Dev Tycoon ontwerp je de spellen niet echt, maar je kiest alleen waar mensen tijd aan gaan besteden. Dus dat kan bij een movie simulator ook wel heel interessant zijn. Maar het zou natuurlijk wel iets anders zijn, want je hebt bij het maken van een film veel meer verschillende fases. Weet je wel, je hebt casting, je hebt opnames en dan heb je post-production en nog veel meer ertussenin natuurlijk. Voor de rest kan ik daar niet super diep op ingaan, maar hier in Games Tycoon zitten ze steeds achter de computer de hele tijd, maar in een filmproductiesimulatiespel zou het echt veel interessanter kunnen zijn eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel cool. Dat lijkt me best leuk om te hebben. Op de Mercury, ja. Weet je, we doen het maar op de Mercury. Ik heb eigenlijk geen idee of het gaat werken. En dat is het hele probleem hiermee. Het is een console. De meeste consoles werken niet zo goed met simulation. Moet ik daar dan wel voor gaan? Of zullen we gewoon voor de veiligheid op de PC gaan? Ja, het ding is, we weten helemaal niks van de Mercury. Heb ik überhaupt een game report gedaan? Dat zou ik eerst even moeten checken. Dat is wel even handig om te weten. Ja, mijn game report. Oh ja, mensen zijn nog bezig met hun research. Dus
Ik kan sowieso nu nog even niet beginnen met de ontwikkeling van het spel. Nee, Game Report hebben we al gedaan, maar ik weet nog steeds niks van de Mercury. Als ik hier naar een nieuw game ga en ik kies een Mercury, er staat helemaal niks over audience match of wat dan ook. Dus dat is lastig. Ik kan simulatie gewoon proberen. Ja, weet je, er is maar één manier om het achter te komen. En ik weet ook niet of er echt een veiligere keuze is. Je zou misschien kunnen zeggen dat casual een veilige keuze is. Dat werkt eigenlijk altijd wel, maar dat is zeker niet waar. Want bij heel veel van deze consoles werkt het ook gewoon helemaal niet in Game of the Coon in ieder geval. Dus ja, weet je, laat ik gewoon simulation proberen. En het zou zomaar weer een flop kunnen zijn. Maar ik heb het idee dat we met onze eigen console toch eigenlijk alles moeten uitvogelen. Dus ik moet gewoon een beetje gokken, soort van. En dan simulation misschien niet eens zo'n super slechte gok, hoop ik. En het is in ieder geval een genre waar ik goed in ben in het maken ervan. Dus ja, laten we dat maar proberen. Ik ben er niet 100% zeker van. Ik zal het ook niet super erg gaan hypen als ik daar de vraag over krijg. Kijk, bijna iedereen heeft nu een boost en bijna iedereen heeft een specialisatie. Dat is wel mooi. Dus ja, we gaan er gewoon voor. Naam weet ik nog niet. Maar de naam kun je later ook altijd nog aanpassen. Dus misschien dat ik dat voor nu even laat. Movies. Ja, ik heb dat movies ding altijd gezien en nooit echt een idee erbij gehad. Maar nu denk ik van, ah ja, dat kan op zich wel een soort van Game of the Coon worden, maar dan voor films. Ja, naam weet ik niet. We doen het wel voor everyone. Ik denk dat het even het makkelijkste is voor de Mercury. Onze nieuwste game engine. Nog steeds geen AAA. Games geunlocked, dat is jammer natuurlijk. Gaat het nog gebeuren? Ik betwijfel het. Ja, dit wordt hem. We gaan het maar gewoon proberen. Oké, dit is op zich fijn. Het spel selecteert daadwerkelijk de goede mensen voor de goede taak. Want ze zijn gespecialiseerd, dus dat is natuurlijk logisch dat Edward gameplay doet als hij gameplay specialist is. Maar soms selecteert Game of the Coon nog wel eens het verkeerde ding. Dat is niet super handig. Oké, engine. Kunnen niet super. Ja, we kunnen best wel veel aanklikken, maar ik zou het liefst gewoon alles willen kunnen aanklikken. Gameplay moet er wel wat vanaf. Het is nou jammer dat we op 88% maar zitten met dit aan, maar dat moet dan maar. Kan dit? Dat kan. Ik weet niet. Ik denk dat ik dan maar hiervoor ga. Ik weet niet. Ik weet nog steeds niet wat beter is. Weinig kleine dingen of... veel kleine dingen of een paar grote dingen. Maar want je zou ook gewoon hier die twee aan kunnen vinken. En dan zit je op 77%. Maar nou, ik weet niet. Laten we maar gewoon even... Ik geloof niet dat dit super veel uitmaakt. Skill trees, dan doen we die niet. Ja, laten we hier maar voor gaan. Laat ik bij Lucy en Edward gewoon de boost inzetten. Want dit zijn belangrijke taken voor ze. Zo. En met marketing wachten we even. Ik zal niet superveel met marketing doen. Ik doe denk ik gewoon één campagne. En onze eigen conventie is bijna. Dus misschien dat het wel mooi zorgt voor wat hype. Want er stond net dat we klaar waren met de ontwikkeling ervan. Maar de convention zelf is nog niet geweest. Dus die zou straks moeten komen. Ja, weer informatie geven. Ik moet trouwens dit budget naar beneden halen. Ik kan het op zich op nul zetten. Want ik weet niet of er een interessant ding is om te researchen daar. Oké, meer gameplay, meer dialogues. Ja, het is simulation, dus meer gameplay. Dit is een makkelijke vraag. We gaan meteen even naar het R&D lab. Ja, dat geeft altijd heel veel lag. Zeker als ik een spel aan het ontwikkelen ben. En dan zal ik dat budget even naar beneden halen. Oké, we komen nu veel beter uit met het personeel, heb ik het gevoel. Ik zal het zo even toelichten. Yes, ik kan hier beide dingen aanvullen, dat is fijn. Jack doet dialogues en level design, daarmee zit hij bijna op 100%. Trent doet artificial intelligence, daarmee zit hij op 100%. En dan hebben we voor de laatste fase 3 super goede allrounders over. Ikzelf voor de graphics en Jerry voor world design wordt er dan en Arndt wordt dan sound. Lijkt het op. Maar er zijn alle drie, weet je, ze kunnen alle drie die banen doen. Dus dat is het mooie, want ze zijn echt veel betere allrounders geworden sinds de laatste keer dat ik ze heb getraind. Kijk, het is eigenlijk wel een beetje zorgwekkend. Trent doet nu AI, maar dat is helemaal niet zo handig, want hij is niet de beste daarvoor. Hij heeft helemaal niet de hoogste technology score. Ik laat hem wel sound doen eigenlijk. Eigenlijk is dat veel logischer. Dan doet Arndt artificial intelligence, die heeft daar een veel hoger score voor. Ja, Trent is de enige die een beetje achterloopt eigenlijk, maar ja, die is ook al goed onderweg. Dus dan wordt het iets anders. Ik op graphics, Jerry op world design en Trent gaat dan sound doen.
voor de derde stage. Oké, dus iets anders dan ik zei dat dat is. Jerry kan blijkbaar world design en sound doen. Dan zit hij nog op 98%. En dan is hij beter dan Trenton, want Trenton heeft lager score. Dus dan doet hij gewoon beide en doe ik graphics. Oké, 1 minnetje hier, 2 plusjes daar. Ik denk dat dit wel ongeveer is wat het moet zijn. World design wil ik wel ongeveer op de helft minimaal hebben. Ik heb alle boosters gedaan. Een paar mensen zijn op vakantie geweest. En ik heb marketing gedaan. We hebben alleen nog echt geen hype, dus ik vraag me af waar die convention blijft. Tenzij ik het echt gewoon volledig gemist heb dat die is geweest. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen, want je krijgt echt zo'n pop-up. Dus ik weet niet hoe dat zit. Adventure games, oké. We hebben echt nog maar heel weinig adventure games gemaakt. Misschien wordt dat ons volgende ding wel. Ik laat het nog even zijn ding doen. Ik weet niet, de scores lijken me nou niet super hoog als ik kijk naar hoeveel ik mensen heb getraind. Maar ze stijgen nog wel aardig. Oké, het zijn gelukkig wel 2 nieuwe records. Als we geen nieuwe records hadden, dan zou ik me heel erg veel zorgen maken. Want na zoveel training moet je haast wel nieuwe records hebben. Oké, ga op vakantie. Oké, reviews. Oh, ik ben de naam vergeten te veranderen. Zoals ik eigenlijk ergens wel had verwacht. It's better than a name. Oké, we hebben een 9, we hebben een 7. 10? Nee. 9, 7, oké. Ja, dat is. Oké, dit is goed. Dit is beter dan ik had verwacht. Ik ben heel benieuwd wat het Game Report gaat zeggen. Want ik bedenk me dat ik de combinatie movies en simulation niet eens heb gecheckt. Ik ben er maar vanuit gegaan dat dat wel zou werken. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet te werken. En nu komt die Game Convention pas. Oké, de convention. Was dus net even ongelukkige timing. Maar aangezien het een MMO is en de verkoop nog wel even doorgaat. Ja, misschien dat dit nog wel effect heeft op de. Hoeveel je het verkopen. Even kijken wat het doet deze week. Oké, we hebben een game report. Oké, het is wel een great combination. Oké, daar twijfelde ik natuurlijk over. Yes. Platform genre met simulation Mercury, great. Dus blijkbaar is de Mercury een console die goed werkt met simulation. Om een of andere reden. En dat is heel erg fijn, want dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Want de meeste consoles in het spel die in Game of Tycoon, die werken echt niet goed met simulation. Alleen de PC werkt eigenlijk goed mee. En misschien nog een paar andere consoles die ik zo snel niet weet, maar het zijn er niet veel. Dus dat is op zich wel uniek en heel erg fijn, want ik hou gewoon van simulatiespellen maken. Een Everyone Mercury werkt ook goed. Dat is fijn. Eindelijk hebben we wat nuttige inzichten, want tot nu toe hebben we die nog niet gehad bij de Mercury. Dus misschien als we nu hier platform kiezen, ja, dan zien we dat er ook bij staan. Oké, dat is echt heel erg fijn en opluchtend eigenlijk. Ja, en dit spel heeft de verkoop van de Mercury ook weer een beetje geboost. Dus misschien moet ik het nog niet echt opgeven. Misschien kan ik dat nog wel even door laten gaan. Ja, ik vraag me nu heel erg af wat de volgende stap wordt. Ik wil eigenlijk gewoon meteen nog een spel maken. Dus geen... Ja, ik kan op zich een sequel van een spel maken in de vorm van een MMO. Maar ik wil nog geen expansion maken voor Game 45. En we kunnen dus twee MMO's naast elkaar laten lopen. Ik weet niet hoe slim dat is, maar gewoon voor het experiment zou ik het wel leuk vinden om te proberen. Dus ik ga even kijken. Misschien dat ik een sequel maak op iets succesvols. Ik weet niet. Wat kunnen we doen? Ja, we hebben al heel veel sequels. Ja, we hebben al een aantal sequels op Mario Kart. Sims hebben we. Ik zou op zich een sequel kunnen maken op een van mijn originele titels. Misschien dat dat wel leuk is. Of misschien is er iets beters. Ik kan Europa Universalis 5 maken. Daar voel ik op zich wel wat voor. En dan maken we er een MMO van. Dit is strategy. Ik kan het in de vorm van een simulatiespel maken, want dan weet ik dat het goed werkt. Maar misschien werkt strategy ook wel goed met de Mercury. Ja, laten we dat gewoon. Laten we gewoon Europa Universalis 5 maken. Nou, dit heet gewoon Europa Universalis met niks, maar. Het spel bestaat echt en dan is het nummer 4. Dus we maken wel nummer 5 en dan maak ik het op de Mercury. En dan kunnen we meteen testen of strategy ermee werkt. Laten we dat gewoon proberen. Adventure gaan we toch niet meer redden. Oké, dit is op zich leuk. 2 MMO's naast elkaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Misschien gaat het heel slecht, dan doen we het nooit meer. Maar valt te proberen. Ook zelfs verhaal met strategy. Dat gaan we gewoon proberen. Dit is mature history strategy MMO en we doen het op de Mercury. Dat is grappig. Er staat hier altijd development kost 0, maar er komt toch 100.000 bij als je daarop klikt. Dus dat is interessant op zich. 5.
Oké, okay, dus dit wordt het. Strategy. Ja, dit. Nou, dit gaan we maar gewoon proberen. Oké, okay, dit is Stage 1. Iets minder engine dan net. Iets meer story, want het hoort er ook wel een beetje bij. En ik kijk ook even met een. Met één oog naar de gids. Naar de Steam guide van Game of Tycoon. Even kijken hoe het ook weer zit met strategy. Want daar hebben we blijkbaar nog geen guide voor in het spel. Wat ik op zich wel gek vind. Edward doet gameplay. Logisch. Lucy doet engine. Ook logisch. Trenton doet story en quests. En ik heb hier het ietsjes aangepast waar het kon. Ja, engine moest sowieso worden aangepast. Maar dat er iets van variatie in zit. Ik weet niet of dat verder uitmaakt. Maar dat je niet altijd precies dezelfde features selecteert. Dus dat is stage 1. En ja, we zullen zien wat dit wordt. Oké, Trenton doet dialogues, Jack doet level design en Arndt doet artificial intelligence. En dit zijn de instellingen, ook niet heel erg veel spannends. Ik merk wel dat we echt de laatste tijd heel weinig hype vanzelf genereren. Oké, de markt is weer normaal. Vroeger genereerden we echt uit het niks, geloof ik wel meer dan 100 hype, maar nu komt dat er echt niet meer van. Ik moet nu echt een marketingcampaign doen, dan krijgen we wel wat, maar nooit zoveel als vroeger. En weet je, laat ik in de derde stage maar al die boosts doen, want ik ben nu al te laat voor de tweede. Nou, je kan natuurlijk ook deels in de tweede en deels in de laatste, maar laat het gewoon alles in één stage doen. We hebben heel veel research points trouwens. Het ziet er goed uit als ik naar de scores kijk, dat is mooi om te zien. Oké, beetje onverwachts, maar ik moest ook sound doen. Want niemand anders kan dat doen zonder dat ze heel erg overwerkt raken. Nou, niet heel erg, maar iets meer dan ik. En graphics, voor mijn gevoel, is het best wel laag. Volgens die gids maakt het niet veel uit, maar laat ik het gewoon iets hoger doen. En dan doe ik sound. Kan ook eigenlijk niet veel lager. Nou, en dan zit ik maar op 102%. Ik denk dat dat best oké is. Oké, Jared doet world design en ik doe de rest. Sound. 84%. Kunnen we daar nog iets aan doen? Ja, laat ik het 84% houden. Dat kan geloof ik wel. World design kunnen we aardig wat aanklikken. Maar niet alles natuurlijk. Kan dat? Dat kan bijna. Ik weet niet, laten we het zo houden. Oké, nu zou ik de boosters doen. Hype is eigenlijk veel te laag. Laat ik eerst nog even een marketingcampagne doen. Want de hype is echt veel te laag. Ik vraag me echt af hoe dat kon. Vroeger hadden we zoveel meer hype. Oké. Boost. Ik heb bijna geen tijd om alles aan te klikken. Alleen Trenton moet er nog heen. Zal binnenkort ook wel komen. En ik had het wel in de tweede fase moeten doen trouwens. Want misschien dat sommigen nu niet super goed gebruik ervan kunnen maken. Maar oké, ik zie hele hoge scores. Bijna 1500 bij design. Eigenlijk hoort technology geloof ik iets hoger te zijn bij strategy. Maar dat is dan maar even zo. Oké, we hebben nog steeds niet veel hype. Maar laten we het maar gewoon releasen. Ik ga niet meer dan 2 marketingcampagnes doen. Nou, misschien later wel, maar ik weet niet. Ik vind het jammer dat het dat we niet geen hype uit zichzelf genereren. Oké, heel erg benieuwd naar wat er gebeurt met 2 MMO's naast elkaar. Is dat een goed idee of is dat een slecht idee? Oké, ik zie een 9. En een 9. Yes, dit wordt wat. Nee, een 10 zelfs. En nog een 10. Oké, dit is geweldig. Is er iets wat ik... even kijken, kan ik Trenton die boost niet gewoon geven? Oh nee, dan heeft hij 500 design of 500 technology nodig. Hij kon graphics design, graphics specialist worden, maar daar hebben we zelf voor. Dus ik geef hem even een game design course. En de rest moet eigenlijk ook gewoon trainen. Heel veel trainen. Oké, dit lijkt wel ergens op, denk ik. Een game report hebben we nog nodig, ja. En sommige mensen zitten op vakantie. Oké, ik ga even ervoor zorgen dat iedereen aan het trainen is. En dan kijken we verder naar hoe goed of hoe slecht het gaat. Oké, het is een gigantisch succesvol spel. Maar toch is het Game Report een beetje negatief. Story quests zijn niet heel erg belangrijk. Eigenlijk wist ik dat ergens wel. Maar ja, ik vond het zelf gewoon iets belangrijker dan Game Neftekoen het vond. Platform genre match strategy Mercury is bad. Oké, ja, dat had ik niet verwacht. Want ja, simulatie werkte goed. Ik dacht, dan zal strategy ook wel redelijk goed werken. Maar ja, dat het echt slecht is, dat het echt slecht werkt blijkbaar, dat had ik niet verwacht. Maar dan weten we dat, weet je. We leren steeds meer over onze eigen console en die blijft ook nog wel een beetje verkopen. Platform Audio Match, Mature Mercury is oké. Dus we leren wel wat. Dat is heel erg fijn. Even kijken, hier zit ergens Mercury.
Ja, het is maar 140.000. Het is echt niet veel. Misschien dat het weer een beetje opleeft als we een expansion pack gaan maken voor dit spel. Dit spel moet ook een beetje opleveren, want het maakt weinig verlies. Even kijken, hoe staat het met winst? Europa Universalis heeft nu al 8 miljoen winst. Het wordt nog veel meer. Game 45 heeft 27,5 miljoen. Daar gaan we nog wel een expansion pack voor maken, maar niet deze episode. Oké, maar dat is ook weer zo'n voor het einde voor deze episode. Iedereen is lekker aan het trainen. Ik heb bijna iedereen wel een speed training gedaan. Ik wil eigenlijk iedereen speed boven de 500. Ja, hele goede mensen zoals Lucy hebben nog best lage speed. En Trenton moet gewoon eigenlijk op alles wel hoger. Als speed een beetje op oké is, dan ga ik weer op iedereen specialiteiten richten. Of juist gewoon mensen allrounder maken. Maar speed liep best wel op achter. Game 45, wat was het ook alweer? Het was. Oh ja, Movie Simulation. Die begint een beetje verlies te draaien. Dus daar moeten we eigenlijk wel een expansion pack op maken. Of ik moet het van de markt halen. Ik weet niet. We moeten daar wel een expansion pack maken. Want anders is het ook een beetje zonde, denk ik. Ik denk dat we het toch op zich wel een beetje kunnen uitmelken. Europa Universalis gaat dan echt nog supergoed. Dus ik denk dat we dat als eerstvolgende gaan doen. En daarna wil ik denk ik ook gewoon een nieuwe console maken. Ook omdat het leuk is, denk ik. Ik denk dat ik dat ga doen. Kost wel weer wat geld, maar levert ook weer echt superveel op als we die gaan verkopen. Mercury is ook echt alweer, ja, begint een beetje oud te worden tussen aanhalingstekens. We hebben er nog maar 3 spellen voor gemaakt, maar qua jaren, ik weet niet, ja, zal wel ondertussen al 5 jaar oud zijn, ik weet niet zeker. Dus ik denk dat we dan gewoon verder gaan met de Venus, want we gaan alle planeten af. En ik laat de Mercury ook gewoon nog verkopen, want ja, waarom niet? Het hardware lab moet toch draaien en dan komen die 1 of 2 Mercuries die gemaakt moeten worden, die komen erbij, maar dat vind ik prima. Dus die laat ik dan gewoon nog verkopen. Dus dat is eigenlijk een beetje het plan. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.